Ik ben Janne Bobman, ik kom uit Andijk en dit wordt mijn vierde schaatsseizoen bij schaatsteam Regenborg. We zijn nu alweer 3 weken op het zomerreis en volgende week vertrekken we naar Mallorca. En de afgelopen seizoenen heb ik wel een mooie progressie doorgemaakt. En ja, ik hoop dat ik dit seizoen de lijn weer kan doorzetten en mezelf gewoon weer kan verbeteren. Ja, ik zit natuurlijk bij Michel in het team. En dat is natuurlijk vrij bijzonder als je een relatie hebt met iemand uit je schaatsteam. En soms is het wel lastig, maar je hebt toch wel veel voordelen eraan. Zo hoef je niet elkaar wekenlang te missen als je naar World Cups of trainingskampen bent. Dus als ik me dan niet plaats voor de Spelen bijvoorbeeld, dan is het wel even lastig. Maar voor de rest is het gewoon, zitten er veel voordelen aan als je bij elkaar in het team zit. Naast de schaatsen is het natuurlijk belangrijk om ook nog andere hobby's te hebben. En Michel en ik die hebben sinds een paar maanden een nieuwe Rocket Espresso machine aangeschaft. En dat is gewoon superleuk om daar beter in te worden en steeds meer kennis op te doen. Dus daar hou ik me naast de training wel een beetje mee bezig. Ik kom uit een sportief gezin en in het bijzonder mijn zus Tessa. Die heeft een beperking en die doet ook mee met skielenwedstrijden en schaatswedstrijden voor mensen met een beperking. En Michelle en ik die zijn dit seizoen voor Regenborg nog aanwezig geweest bij de Special Olympics in Rijssen met het inlineskaten. En dat zijn mooie dingen om ook naast de training op te pakken. Als topsporter is het natuurlijk belangrijk dat je dicht bij Heerenveen woont. Dus ik ben ook 3 jaar geleden verhuisd naar Heerenveen. En ik probeer toch wel om de zoveel tijd vrij te maken om ook richting huis te gaan. Ja, dat is soms nog een beetje lastig als topsporter als je veel drukke dingen hebt, trainingskamp, wedstrijden. Maar als het moment daar is, dan probeer ik wel tijden voor vrij te maken. Afgelopen seizoen heb ik me voor het eerst geplaatst voor de Senioren World Cups. En ik hoop dit seizoen dat weer te behalen. En het liefst een stapje beter dat ik ook in de World Cups misschien in de A-groep mee kan in plaats van in de B-groep. Dus daar mik ik op.